Goedemorgen, ik ben net wakker. Ik word altijd vanzelf wakker. Geen gsm bij mij, ik heb alleen mijn iPad bij mij gewoon omdat ik een beetje wil weten hoe laat ik op ben. Want daarjuist was ik al eens wakker geworden, want het was 6:30. En ik had nog geen zin om 6:30 op te staan. Daarom heb ik bij mij geprobeerd digitale media allemaal niet te gebruiken. Tot na de middag. En om gewoon echt zo'n rustige voormiddag te hebben. Omdat ik afstandsonderwijs heb ik de chille mogelijkheid om op te staan wanneer ik wil. En om te werken voor school wanneer ik wil. Ik ben echt iemand die altijd niet zo productief is. En dan in de namiddag kan ik al wel tot een uur of 11. In de voormiddag ben ik echt gewoon te chillen. Want ik heb het idee dat mijn lichaam gewoon zo gestresseerd is de afgelopen tijd. Dat ik echt even een moment heb dat ik moet rusten. Ik verspil zoveel energie en stressen en zonder dat het eigenlijk nodig is. Ik ga jullie meenemen in mijn dag vandaag, dus ik hoop dat jullie een beetje zin in hebben. En dat jullie benieuwd zijn naar hoe mijn dag er een beetje uitziet. Het is niet de meest typische dagen, denk ik. En ik ben ook nog heel veel aan het uittesten van wat ligt er mij nu, wat zijn dingen dat ik wil houden in mijn leven. Ik ben vooral heel veel aan het testen en aan het uitproberen. Dus ja, jullie zullen zelf zien hoe dat gaat. Ik wil ook doen, ik slaap altijd nu met mijn ramen open. Ze zijn altijd zo'n beetje als ik slaap. Dat helpt me ook gewoon bij wakker worden. En ik ben echt verschrikkelijk slecht in wakker worden. Want nu ben ik altijd zelf al een beetje goed wakker. Ik kan echt nooit direct opstaan, dat is echt verschrikkelijk. En dan overloop ik gewoon eens mijn dag, wat er mij allemaal te wachten staat. Dus dan ga ik zo even liggen. Ik ga studeren vandaag. Het ziet er zo grappig uit. Ik denk dan, ik ga studeren. Dus ik wil sowieso nog wat oefeningen maken. En denk twee hoofdstukjes nog eens herhalen. En dan probeer ik zo wat affirmations te doen. Zo wat goede dingen. Mijn deur wijd open. En dan probeer ik gewoon zo te zeggen van, probeer ik zo wat positieve affirmations te zeggen. Omdat zeg je dat als je net opstaat, frequenties te hoog zijn. Dus dat is dan, ik weet dat fucking niet wat dat wil zeggen. Geen idee wat dat wil zeggen. Maar bon, meestal is mijn affirmation, ik heb heel veel negatieve en slechte dingen meegemaakt de afgelopen jaar. Het wordt nu eindelijk tijd om allemaal positieve dingen te ontvangen. Om samen te zijn met hele lieve leuke mensen. Heel veel lieve leuke mensen te ontmoeten. En ik ontvang alleen liefde, warmte. En ik heb heel veel geluk in het leven. En ik lach veel en ben gelukkig. Ik vind ook dat ik daar door mezelf ook gelukkig voel. Ook al is het super bullshit. Voilà, we gaan nu opstaan. En nu verder meenemen in mijn dag. Hey, hallo, welkom in mijn badkamer. Het eerste wat ik doe als ik wakker ben, ik heb nu mijn badjas aan. Dus wat ik doe is mijn tandjes poetsen. Omdat als ik eerst ga gaan eten en dan mijn tanden wil poetsen, dan vergeet dat of dat komt daar gewoon niet van. Oh, ik ga mijn pilletjes pakken. Ik heb de pilletjes die ik pak altijd naast mijn bed staan, omdat dat gewoon je kijkt er dan direct naar, je neemt ze en dat is. Ik pak een maca poeder, omdat het bij keigoed is voor als je lastige maandzone hebt, voor minder buikpijn te hebben en een beter cyclus. En dan pak ik vitamine D en foliumzuur. Gewoon omdat dat tekort is in mijn bloed. Ik ben niet zo iemand die zo random dingen pakt. Maar het is dat echt gewoon tekort in mijn bloed. Dus dat is gewoon wat ik pak. En die makka ben ik gewoon aan het uittesten. En ik heb het idee dat dat wel helpt. Dus ja. Dus vandaag ga ik nu mijn tandjes poetsen. Ik ben straks de douche. En ik zeg straks omdat ik eerst mijn haar een olietje ga doen om dat een beetje te laten intrekken. En dus kan ik ontbijten. Eerst een beetje kalmen. Van gisteren of zo al een dotje zitten. Dan heb ik zo een black castor oil met rosemary olie. Echt letterlijk gewoon die olies. Over heel mijn handen. En dan ga ik dat heel over mijn haar doen. Super goed in een vet worden. Dan neem ik zo'n speld en dan ga ik dat mijn haar omhoog steken. Dan laat ik dat meestal een uur of drie in. Dus binnen 3 uur dan douchen. En dan doe ik mijn meest chill kleren aan. En dan kunnen we ontbijten. Ik heb nu nog niet van verzorging op mijn gezicht staan, gewoon omdat ik me eerst ga douchen en dan met mezelf wat ga verzorgen en doen, want het heeft gewoon geen zin om nu keihard op te smeren als dat er toch weer afgaat. In de ochtend maak ik altijd zo een smoothie bowl, omdat ik gezond is en ik heb wel lekkere dingen heeft. En ik ben een zotte ontbijter en dat is echt zo een goed alternatief, vind ik. 100 gram.
Dan 2 bevroren bananen moeten er sowieso in. 2 eetlepels yoghurt. Maakt niet uit wat voor soort. Ik heb nu echt alleen maar aardbeien in huis. Dus ik ga gewoon aardbeien nemen. We gaan straks de banaan erbij doen. Dan heb je ook een kleine lepel pindakaas. Ik doe er altijd ook zo'n beetje van die agavari siroop bij om het een beetje zoeter te maken. Normaal doe je er ook nootjes in, maar ik kan mijn nootjes nergens vinden. Maar ik heb hier nog zo'n een koek met nootjes in, die ik niet meer ga opeten omdat die keihard is geworden. En ik denk dat ik die er gewoon ga indoen, zodat die ook gewoon weg is en dat we dat niet gaan verspillen om weg te gooien. Dan ga ik dit alles mixen en dan doe ik er straks mijn banaantjes in. Oké, mijn banaantjes in de maat zien. Yay! Die kunnen we echt mixen. En dit is het ontbijtje geworden. Ja, rustig. Hey liefie. Ja, je bent een brave jongen. Hey. Goedemorgen. Rustig. Je balletje bij. Dat dit maskertje zo'n purifying Himalayan caracal purifying glue mask. En nu wees schitten, 5 minuten, hij is koud. Ik ga het op 6 zetten, dus ik ga niet altijd. Ik heb de doucheproof bad. Oké, ik ben uit de douche. Koude douches nemen, duurt altijd 5 minuten. Of het einde van mijn douche. Dus de eerste paar minuten zijn echt gewoon hels. Ik moet dat gewoon doorstaan. Ik heb daar zo een shock door dat je echt... Mijn hersenen zijn echt even uit. En dan denk ik alleen, koud. En dat maakt me ergens wel relaxed ofzo. Het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen in je hart. En ik denk ook voor je immuunsysteem. Nu ook, hè. Mijn lichaam voelt zichzelf echt opwarmen. En het is echt zo... Oh, dan anders komt ze uit de douche. Oh, ik kom uit de douche. En hij zegt zo... Oh, ik kom uit de douche. En mijn lichaam heeft precies zo'n massage gehad. Maar probeer het allemaal eens uit. En zeg me wat je ervan vindt. Oké, we zijn nu in mijn kamer. We zijn in mijn kamer, want ik ga mijn skincare doen. Eigenlijk niet zo speciaal, hè. Ik ga deze retinoid druppeltjes gewoon over heel mijn zet doen. Pak zo gua sha ding en al. Laat ik mijn haar gewoon zo drogen en kunnen we gaan studeren. Ik heb een brilletje nog in. En dan kunnen we erin vliegen. Oké, we gaan deze eens openen. Oh. Hello, sunshine. Beter blijven vliegen. Oké. Dit komt jullie waarschijnlijk heel bekend voor, want mijn opnamekamer is ook gewoon mijn studeerkamertje. En het is vak dat ik moest studeren, een soort statistiekvak. Het is nog redelijk zwaar. Ik ben vooral veel oefeningen aan het maken en mij daar zo wat zelfverzekerd maken, weet je.
studeren, hè, lieve schatten, is 50% je leerstof goed kennen en 50% weten dat je leerstof kent. En daar naartoe gaan dat je 20 op 20 gaat halen op je examen, dat is hoe dat geslaagd. Er zijn echt al wetenschappelijk onderzoek geweest waar ze letterlijk in tonen dat als je er niet in gelooft, dat je kansen op slagen minder worden. Terwijl als je zegt, oef, dat examen 20 op 20, dat je dan al je kansen op slagen verhoogt. Ik heb er geen klop voor gedaan. Ik zweer dat echt, dat het zo is. Het is gewoon zo. Je mind en je mindset is een van de meest machtigste dingen in je leven. Niet alleen uren studeren, maar er ook voor zorgen dat je je hersenen en jezelf recht ziet. En dat je het allemaal doet voor jezelf. Mama Laura, ik geef het even mee. Het is 7 uur geworden. We begonnen 3 uur met studeren, dus we zijn bijna 4 uur verder. En ik ben super moe. Dus ik ga mijn tijd gedaan hebben. Dus dat is wel mijn film. Yay! Misschien dat ik het ga eten. Ik heb trouwens vergeten te filmen toen ik deze middag heb gegeten. Ik heb deze middag Gyros mijn rijst gegeten. En dan vanavond eet ik gewoon een boterhammetje. Ik ga denk ik niet speciaal filmen, het is echt een boterhammetje met hak. Dat de bas kwam. Even down. Dus ik ben blij dat ik even kan babbelen met jullie. En ik kan zeggen hoe het gaat met mij. Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Jammer dat jullie kunnen trouwens worden. Ik duid het wel een beetje aan een afstandsonderwijs. Je kunt het niet aan. En nu ook. Het is zo 12 uur lopen in. Je weet gewoon dat veel mensen zich nu aan het amuseren zijn. Aan het feesten zijn. En ik zit hier te studeren. Dat sukt een beetje. Maar ik kan anders niet zo'n super zalige vorm hebben gehad. Ik vind niet afstandsonderwijs. Dus. Zie je, het heeft altijd zijn voor- en nadelen. Dat is echt iets dat je altijd moet houden. En sommige dagen gaan heel veel voordelen hebben, sommige dagen gaan heel veel nadelen hebben. Maar het is maar een beetje hoe je ermee omgaat. En ik ben super dankbaar ook. Ik kan studeren, dat ik mag studeren. En we gaan ook gewoon worden in 2020, dus er zijn wat dingen voor opgeven. En dan is dat echt graag daar. Oh, ik wil jullie even babbelen met jullie. En kijk, ik heb gevonden in de kringloopwinkel. Het is zo belachelijk, maar het is een koetje die een kaarsje is. Op een dag wil ik weer aansteken. Ik snap ook niet waarom wij dat zo maken. Het is gewoon zo grappig om mee te nemen dat ik denk, je komt op het idee daarvan. Om een koetjeskaars te maken. Ik heb niks met koeien. En daar zo zie ik lachen dingen dat ik gewoon, dat was een half euro of zo. Ik toch dat niet laat staan. En even doorwerken. So, what you mean? Look? Het is ondertussen 10 uur geworden. En dat wil zeggen, ik ben echt gewoon dood op. Ik heb er echt geen zin meer in. Ik wil niet meer. Stoppen voor vandaag. En ik ga gewoon chillen beneden. Een serietje kijken met mijn iPad. En ik zit er ook voor vandaag. Pick up.